Welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. En ik heb wel zin in de video van vandaag, want we gaan iets doen wat ik als kind altijd deed. En dat is namelijk op de botsauto's, in de botsauto's. Ja, dat is echt leuk. Zoals ze dat in Nederland kennen, botsauto's. Of, dat klinkt zo Vlaams. Laat weten wat jullie zeggen in Nederlands. Ik ben wel echt benieuwd. Anyways, als extra, jullie zien het misschien al, hebben we ook allemaal onze eigen botsauto in onze eigen kleur. Ik ben benieuwd wie het langst gaat blijven zitten. Want dit is wel een leuke, normaal gezien. Als je doet wie als laatste, kan je elkaar niet echt plagen. Ja, maar nu kan je echt... Maar nu kan je heel tijd botsen tegen elkaar. Echt, en dat is echt hilarisch. Tot als iemand echt helemaal flauw wordt, blijven botsen tot hij verlaat. Let's go. Daar! Staan de botsauto's? Laat eens weten voor de mensen uit Nederland. Hoe noemen jullie dat? Jij mag dus één nemen met oranje, dat is die. Jij mag de rode nemen, Bram. Ja, Ferrari. Dat is de Ferrari. En Ize, jij neemt de gele. De vraag is wel, kan ik je doen? Ja, dat is... Dat is eigenlijk moeilijk de vraag bij alles wat ik doe. Oeh. Ja. Het wordt heel moeilijk. Lit, maar... Je zit erin. Probeer eens gas te geven nu aan de linkerkant. Waar? Gaat jullie vanzelf? Nee. Bij mij vroeger op de kermis ging dat vanzelf, hè? Echt? Nee. Of nee? Bij mij niet. Ah, hier. Oh. Maar gaat ik kan met mijn hand wel vastgeven. Ah ja, dat kan ook. En remmen is er niet. Nee. Dat is voor loslaten. Dit is de mijne. Ik ga snel zitten. Oh! We zijn vertrouwd, ze zijn al weg. Ik heb licht. Kijk. Kijk. Wie zijn? Oh, ik kom al. Wat is dit? Frontale botsing. Oh. Oh. Top. Oh. Ja, iedereen zit hier op elkaar. Dit is dus de eerste ronde. En als je frontaal op elkaar botst, is het echt wel hard. Ah, de eerste ronde is gedaan. Maar iedereen zit er nog in, kijk. Oh, mooi goed. Terwijl we toch moeten wachten op de tweede ronde. We gaan voor hoeveel likes? 11.000. 700. En 12. We zijn vertrokken! Oh! Nee! Ah! Au! Maar jij hebt wel echt een coole, die Ferrari. Hallo, Michiel! Maar wat is dat nu weer? Hallo! Celine gaat snel! Oh! Oh! Ah! Het is opnieuw gedaan. En het begint wel pijn te doen bij mij. Ik zit hier zo krap in. Hoe lang ga ik nog volhouden, Riese? Ik ga winnen. Ja? Ja. Ik ga een keer winnen. Oké. Okay. Maar iedereen zegt dat hij gaat winnen. Ja, wat toch? Ik weet het. We moeten eens met drie mensen tegen Bram botsen. Dan ligt hij eruit. Allemaal vrouw! Oh-oh. Allemaal een vrouw! Isa, I'm coming. Oh-oh. Oh, maar mijn rug. Oh-oh. Dit is wel echt raar, hoor. Het is wel heel leuk. Kijk, je moet frontaal op Ize botsen. Ik heb dat wel hoor. Oh! Oh nee! Mijn scherm kan niet. Ik ga Bram blokkeren. Ik ga weg! Oké. Het is tijd voor een challenge. Ja. Ik ga frontaal botsen met iedereen en ik ga jullie filmen. Wie de mooiste slow-mo heeft, wint en jullie bepalen. Oh, daar is Bram. Laat eens weten wie de mooiste slow-mo heeft. En we hebben ook gemerkt dat de botsauto van Celine het snelste gaat. Dus Ize gaat wisselen. Oh, check haar. Hey, Ize wisselt. Ga je ook wisselen? Nee. Blijven aanraken. Ja. En Ize is al gewisseld. Nee. Maar nu zijn jullie met drie snelle. En jij? Ja, ik ben de trage. And his name is John C. Die was echt hard. Ja, Bram is vertrokken. Nu zitten ze drie snelle. Oh, als jullie nu frontaal botsen. Oh. Daar is Bram. Kijk, ik heb het.
Hier is de andere kant. Wow. Wow. Uh-oh. Die is er stoppen met de volgende. Oh. Oh. Wow. Oh. Bram het af te zien. Hier bots ik dus heel de tijd met mijn schepje tegen. Oh, erg. Gaat het? Ik denk wel dat ik hier al een open wond heb. Oh nee! Oh, oh nee! Oh. Auw! Dit is echt een van de hardste challenges. Doe jouw schip hier ook echt pijn, maar heel dat daar tegen. Moet je echt proberen weg te gaan. Ben je bang, bro? In het begin bos iedereen op elkaar, maar nu is iedereen zo'n beetje elkaar aan het ontwijken. Oh. Je kan ook gewoon heel de tijd rondjes draaien. Celine is geparkeerd. Bram, recht op Celine! Oh, oh. Oh, ik niet! Oh. Oh. Check, bro. Oh. Bram heeft last op een gevoelige plaats. En die blijft botsen. Auw! Oh, nee! Niet normaal. Ga je het zelf eens verlaten? Ik heb echt heel veel pijn. Ik heb mezelf veel pijn. Ja, ik ook met scheepen. Ja, met scheepen is echt kapot. Allee? Wow. Ik ben vast. Ja, ik ben eruit. Oh. Ik heb niet de snelheid. Oh, oh, nee, 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 nee. Nee. Ik ga eruit. En ik ben de enige die echt veel pijn heeft, denk ik. Dus, oh-oh. Wow. Dus ik denk dat ik de botsauto's ga verlaten, want binnen ga ik toch niet. Oh, want die worden sneller en sneller, die bal. Yeah! Oh-oh! Ah! 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 Ik denk dat ik ga stoppen na dit rondje. Ga je de challenge verlaten? Misschien. Oh, ik word duizelig van dit. Ik niet. Achter je. Oh, oh, oh. 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 Ik ging achter je. Oh. Mijn knie is ook gewoon pijn, hè. Alles is check, Ize draai. Ize, gaat het wel? Kom hier, Ize. Even verandering. Oei. Wie gaat het afvolhouden? Ik heb het meeste pijn. Ik zie dat jullie het kunnen hebben. Dus. Ga je eruit? Ga je er nu al? Nu al? Nu al? Nu al? Ik zit hier 20 minuten in. Ja, ik weet wel. Dat is 3 maten te klein voor mij. Wat kan mij juist eens rechts? Ga je echt uit de challenge? Oh, mijn knieën. Ga je er echt uit? Oh, ja. Want. Serieus? De redactie heeft net de finale challenge doorgegeven. En dat is? Een challenge die ik niet wil doen, dus. Oh. Ah! You're out. Ik wil liever wel in je auto. Ja, ik ben wel in. Oei, oei. Michiel is helemaal kapot. Ik wil jullie één ding zeggen, de finale challenge is niet normaal. De winnaar krijgt wel echt iets leuks. Ik kan nog niet zeggen wat. Ik ga het circuit verlaten. Oh. Oh nee, maar nu is het echt eng en we zijn met 3 sneller. Oh nee, ik ben echt bang nu. Ik ben er dus uit en ik heb echt last aan mijn knieën. Ik ben wel blij dat het gedaan is. Het was leuk voor even, maar niet te lang. Oef. Dit hier. Wauw. Ouch. En omdat er een botsauto minder is, heb je plots veel meer
ruimte! Nee, 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 nee! Wow! Auw! Ik wil uitwijken, wat was dat eruit? Die botsingen beginnen wel een tol te eisen, denk ik. Ik ga denk ik als we eruit. Ik ben bang van de finale. Dat ben je alleen maar op. Ik denk... ik heb echt geen zin om de finale te spelen. Sorry, maar ik heb nu al pijn. Ik durf niet. Bram, ja, sorry, sorry. Nee. Laat weten in de reacties. Zit jij graag in de botsauto's? Oh nee, ik kan niet meer. Je staat hier echt niet veilig. Nee, ik weet het maar. Die camera is ook niet handig. Het is wel leuker om naar te kijken dan om erin te zitten. Dat kan ik wel zeggen. Ik heb de camera eens overgenomen. Oh, dit is wel eng. Oh, ja. Wie gaan we pakken? Ja! Ik denk dat Bram deze challenge gaat winnen. Oh, maar die crashen daar heel de tijd tegen elkaar. Even ruimte pakken, even ruimte pakken. Om dan weer voorwaarts te gaan. Voorwaarts! En we ballen! Ja! Ja, 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 ja! Ze botsen echt wel hard hoor nu. Je kan me toch niet pakken. Je kan me toch niet... Ah! Oh! Oh! Bram ziet ook echt af hoor. Celine is gewoon achter haar bezig. Yeah! Bram die gaat er bijna uit liggen. Celine heeft ook echt last. Dit is wel echt een grappige challenge. Ah nee! Nee. Oh! 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 Bram wordt hier door iedereen gebot. Auw. Ik ga eruit, ik ga eruit. Ga je eruit? Gaat een meisje zo aan het zitten? Ja, hij gaat eruit. Je moet rechtstaan. Uh-oh. Ja, het is gebeurd. Dankjewel voor de leuke rit en auto, maar voor ook de leuke pijntjes. Kijk. Ah, kijk hier. Ouch. Ja. Dit, hier blauwe plekken. Hey, ik ga hier wel eerst mijn auto parkeren. Ja. Ik ben niet meer vuggen. Bram gaat zijn auto parkeren. Jullie mogen meteen beginnen, want dit is de finale. Om Celine en Ize te belonen, krijgen ze al een potje rood snoep. Rood ga ik aan Celine geven, want zij is oranje. En blauw snoep, maar ik ben blauw. Ja, iedereen verwachtte dat ik in de finale zou zitten, maar... Sorry iedereen, dit is voor Ize. Jij mag het geven, Bram. Wat, aan wie? Wat jij denkt. Ik heb het al gezegd daarnet. Ik ben benieuwd of jij denkt zoals ik denk. Echt? Ja. Oké, dan geef ik rood aan Celine. Ja, en laat blauw maar. Aan Ize. Was het omgekeerd? Ja. Rood ga ik aan Celine geven, want zij is oranje. En blauw snoep, dit is voor Ize. Echt? Was het nog blauw jij? Ah ja, voilà. Ah ja, blauw en rood. Ja, inderdaad. Ik had dat gezien. Oké, goed zo, Bram. Jullie mogen nu één rondje rijden. Rustig, niet botsen terwijl jullie snoep eten. Maar niet te veel stilstaan, want jullie zijn tijd aan het trekken. En zo kunnen jullie bekomen. Dat is niet de bedoeling. En niet morsen, hè. Wie morst ligt eruit. Jullie mogen even verder doen. Bram en ik gaan iets gaan bespreken. Ik heb echt het grappigste idee ooit. Ik ben benieuwd, hè. Ja. We geven ze allebei een beker water. Ja. Dan moeten ze gewoon, ze mogen zoveel botsen tegen elkaar. Wiens beker na het rondje nog het meeste vol is, die wint. Ja. En de verliezer, die moet volle power tegen de borduur rijden. Normaal mag je niet met eten en drinken in de botsauto's, dus doe dit niet na, maar dat wisten jullie wel. Hoe vol ga je ze doen? Dit, toch? Zoiets? Is het gelijk? Het moet wel eerlijk zijn, hè? Nee, de rechts niets meer. Maar ja, Bram, zeg. Op het einde ga je toch niet... Ofwel nog iets... Nee, dit. Want anders morsen ze sowieso. Moet je zelf niet in de botsauto's zitten. Klopt, toch? Dat is voor jou. De snoepen mag ik teruggeven. Nou dank u wel. Snoepen mogen terug. Ja, dank u. Je mag verder. Ze vragen net of ze mogen drinken. Eén slokje. Jullie mogen drinken zoveel jullie willen. Maar wiens beker het minste vol is, na de ronde, die krijgt een straf. En die straf is echt hilarisch. Weet je wat? Echt pijnlijk is gewoon full gas tegen die rand. Dat heb ik al pijn gevoeld. Dat is niet op het idee, Brun. Wat, ze hebben al een idee. Dat is ook geen slecht idee. Ja. Niet morten, let's go! Ah, dat is echt moeilijk. Je mag ook niet gaan. Nee. Ze kiezen zelf, hè. Nu zijn ze elkaar de hele tijd aan het vermijden. Als jullie bekers even vol zijn, allebei een straf. Ja, Ize heeft geborst. Ja, dat zag ik. Oh. Ize, beker is al bijna leeg.
Ze hebben echt zo'n punt. Oh ja, oh, dat was heel veel water. Oh! Daar was heel veel water uit. Momenteel is Isa aan het verliezen. Dus, oh ja, ook heel veel water. Oh, en Celine houdt de beker. Oh. Tonus? Ja, goed zo. Oh, Isa zit vast. Een kans voor Celine. Oh, de helft van het water is eruit. Hier is de laatste kans. Oh! Oh, maar Celine heeft die beker zo goed vast. Het is gedaan. We gaan eens kijken, maar het is wel duidelijk. Dit was wel een grappige challenge. Dit gaan we eerst opruimen. Het is allemaal van Ize, want kijk, als je de beker van Celine neemt... Toon eens. Nee, Ize, toon maar. En de beker van Ize. Dus Ize, jij krijgt een straf. En we vertellen meteen wat het is. Eerst opruimen. Tijd voor jouw straf. Jij mag, zodra de botsauto's dus opnieuw beginnen, met volledige snelheid tegen de rand rijden. Zie, het was nog echt mijn idee. Je hebt het zelf gezegd. En het was ook onze idee. Dus we zijn wel benieuwd. En je mag dat doen tegen deze rand. En als je de gaspedaal lost, opnieuw. Opnieuw. Ja. En draaien en vertrekken. Blijven gas geven. Ze stopte met gas geven, toch? Nee, dat is niet waar. Ize zegt dat ze bleef gas geven. Maar Ize, goed gedaan, dat was een straf. Nu is het gewoon finale tussen jullie twee. Onder het langs toertjes draaien. Verliezer mag opnieuw full gas tegen de rand rijden. Wat? Ja, Ize, kortere rondjes. Hoe lang gaat ze dit volhouden, Bram? Niet zo lang. Nee? Oh, damn. Wie gaat dit het langste volhouden? Ize is echt wel gekke rondjes aan het doen. Ize, nu stoppen! Ize, als je nog een keer stopt... Nee, ik denk dat jij kapot bent. Ze doen het allebei zo. Ze zien het allebei niet meer zitten. Als we nu zeggen, jullie mogen stoppen en frontaal op elkaar. Doe. Ja? Het is de finale, dus het mag wel wat extremer zijn. Bram en ik gaan roepen stop. En dan moeten ze frontaal tegen elkaar botsen. Jullie mogen stoppen! Ize, ga maar naar jouw kant. Celine, naar jouw kant. En meteen frontaal tegen elkaar botsen. Binnen de 10 seconden moeten jullie tegen elkaar botsen. Ik ben al aan het draaien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ize vloog er bijna uit. What? Oh. Ja, dat was ook een straf. Ik ging er bijna uitgaan. Het zal nog een minuut langer geweest zijn. Ik was er denk ik. Maar ja, het is gedaan. Hè. Nieuwe challenge. Ize naar daar, Celine naar daar. 5 maal na elkaar frontaal botsen. Maar jullie willen gewoon dat wij pijn hebben. Nee, niet dat jullie pijn hebben. We willen gewoon dat iemand stopt. Jullie mogen ook stoppen als je niet wilt. We willen een winnaar. We kunnen ook gewoon zeggen, plat zijn schijnen. Dus er ligt eruit. Oké. Dit was het dan. Wat de heet? Wat? Dat meende toch niet? Kom, 5 maal. 5 maal. Nee, allebei eerst een rondje en dan in 1 keer tegen elkaar. Actie! Ize langs hier, Celine langs daar. En nu centraal naar elkaar. Centraal naar elkaar. Oké, okay, rondje. 2e keer. Naar elkaar, Celine draaien, naar elkaar. Dat was 2. Recht tegen elkaar. En 3e keer. Oh, Bram. Zal ik zeggen wie aan het worden? 2 keer gaat ze zijn iemand. Nog 2 keer. Ize. Rondje. Hey, niks afspreken. Nu gaan ze recht naar elkaar rijden en uitwijken op het einde. En vertrekken tegen elkaar. Fight. Ja, dat was heel voorspelbaar. Oh! Wacht. Het is gedaan. Ik wil weg. Oh! Wow! We gaan er samen uit. Ik wil daar geen pijn doen. Ja, ik kom niet. Wat? Oh, Ize wint! Nee! Celine heeft hier, Ize wint! Ize wint de challenge! Nee. Ik ben ook echt kapot. Ik ben echt waar. Mijn knieën. Die snoepen hingen er. Bram wint!
gebeurd? Ik ben echt misselijk van dat draaien. Dat was de hekse challenge ooit, denk ik. Ik ben echt aan het trillen op mijn benen ook. Hè? Mijn buik ging echt... Oh. Allee, proficiat. Lise, proficiat. Goed gedaan. Nu niet, hè. Ik had het eerst uitgeven. Allebei heel goed gedaan. Bram, jij ook goed gedaan. Wij hebben ons best gedaan, kijk. Goed gedaan, ja. Hè, laat zeker weten in de reacties hoe jullie botsauto's noemen in Nederland. Zijn we wel echt benieuwd naar. Ja. Bedankt om te kijken. Wij gaan nu even rusten en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! Moet ik een emmer halen? Ja. Ja? Of twee?